Wat staat uw auto ongelukkig? Ja, ongelukkig. Wat is er gebeurd? Nou, zeg maar, aan het begin van die oprit liggen nog een beetje sneeuw. En als je dan naar boven komt rijden, dan, dan zie je dat niet echt. En dan kan je wel gaan sturen, maar daar heb je geen zin meer. Gewoon rechtdoor. Je bent gewoon de vangrail opgereden? Ja, zeg maar. Nou, ik heb hem er niet zo opgezet, nee. Maar je staat echt een meter of 30 sta je erop. Ja, hij gleed best wel lekker door, moet ik zeggen. Ja. Geschrokken? Nou, mijn moeder. Maar mij valt wel mee. Ik ben blij dat het zo is gegaan. We hadden ook daar beneden kunnen eindigen. Wat vindt u van de stuurmanskunst van uw zoon? Ja, nou, ik ben blij dat we daarop gekomen zijn en niet daar naar beneden, nee. Natuurlijk. Maar was alles vanochtend nog wit hier? Nee, het was precies, je komt van beneden af. En dat was een deel wat glad was, er lag sneeuw en dat was bevroren. Ja. En daar gleed hij op weg. Ja, dan, dus nou ja, hij stuurt hem er zo op. Ja. En wat dacht u dan? Ik zit in een achtbaan. Nee, ik weet alleen nog dat hij zei, sorry mam. Ja, ik schrok natuurlijk enorm. Ja. Als je zo kijkt en je ziet hem staan, wat denk je dan? Ja, lachen. Ja, ik vind hem mooi eigenlijk. Doet me een beetje denken aan de kermis, niet? Zoals van die botsautootjes. Ja. Als je er dan op rijdt, hoe voelt dat dan? Ja, want als achtbaan. Het ging gewoon heel hard omhoog en je kan niks doen. Het gaat gewoon, je glijdt gewoon door. Ja, echt, ja. Wat moet je ervoor zeggen?